Je maken. Zou je echt kunnen raken? Ja, ja natuurlijk. Ja, hoe verder je de pijl achteruit trekt, hoe harder die gaat. En de pijlen blijven ook in de oppervlakte zitten. Dus als je een paar keer geschoten hebt, moet je maar naar de target toe warpen. En dan kun je zien hoe vaak je hem geraakt hebt en waar die in zit, zeg maar. Ja, ik zie het wel, maar niet in de roos in ieder geval. Nee, maar je kan ook gewoon een meter voor gaan staan als je wilt. Oh, ja. En dan, ik denk dat je de boog hebt laten vallen, dus die ligt weer ergens op de grond. En er liggen een paar bogen daar. Grappig dat die pijlen ook hier allemaal in de grond steken. Ja, precies, ja. Even kijken, als het goed is, ligt er een boog daar, ja. Zo, echt leuk. Oké, eerst daarheen. Ja, en je kan ook op het dak gaan staan en schieten. Ja, even kijken, je moet je wijsvingers vast blijven houden, anders valt hij weer op de grond. Oh, ja. Dus ja, dat is voor mij ook weer een les. Ik kan beter maken dat hij gewoon blijft plakken, zeg maar. En dan kun je hem ook niet per ongeluk laten vallen. Oh, nu ja, heb je hem denk ik. Ergens, Ik denk dat je hem weer hebt laten vallen. Ja, en dat is zeg maar de uitdaging met VR.